Ik kaart nog even aan met Marino Keulen van Open VLD. Dag meneer Keulen. Ja, er wordt vandaag gestaakt, nationale staking, in het land, in de privé, maar ook in de openbare sector. Nu, ik hoor u de minister-president vragen, moet er geen minimale dienstverlening komen voor die zaken waar Vlaanderen dan voor bevoegd is? Nu, u zal nog een beetje geduld moeten uitoefenen. Het staat niet in het regeerakkoord. Het zal voor de volgende regeringsonderhandelingen zijn, zei de minister-president. Ja, u zal nog wat moeten wachten, hè? Ik ga alleszins met een conceptnota, een ontwerp van een regeling naar de commissie Binnenlandse Aangelegenheden. Ook al eens meteen de temperatuur nemen. Iedereen voelt ook wel aan, zelfs de vakbond voelt dat aan, voor haar eigen geloofwaardigheid. Recht op staken, dat staat buiten kijf, maar er moet ook een recht zijn op werken en ook op een minimale dienstverlening. Ja, daar wil ik het straks over hebben. Ja. Die conceptnota, wat staat daar dan in? Ja, dat we dat toch willen eigenlijk zekerstellen, naar analogie zoals het bestaat nu bij de NMBS. Hypergesyndiceerd, maar toch, daar is men ondertussen sinds 2017 erin geslaagd. Als men een staking organiseert als vakbond, moet men dat minstens 8 dagen op voorhand kenbaar maken. 3 dagen voor de staking moeten de werkwilligen zich ook kenbaar maken. En dan 24 uur voor de staking wordt eigenlijk de dienstregeling aangepast. Ja. En dan zie je op de cruciale verbindingen dat daar wel spoorverbindingen worden aangeboden. En dat wil u ook op Vlaams niveau. Nu, ik hoor de minister-president zeggen, ja, op vlak van veiligheid, welzijn enzovoort hebben we akkoorden nodig op sectorniveau. Die zijn er nog niet. U zal dus blijvend geduld moeten uitoefenen. En op die nagel blijven kloppen natuurlijk. Ja. Want het sociaal model van de 21ste eeuw. Mensen begrijpen dat er ook een recht is op staken, maar willen toch ook. Heel wat bedienden en arbeiders zijn vandaag mistevreden. Dit is niet het front van de werknemers aan de ene kant en de patroons aan de andere kant. Heel wat gewone bedienden, heel wat gewone medewerkers voelen zich vandaag in de kou. Het gaat inderdaad heel letterlijk vaak, en figuurlijk. Dat hoor je ook heel vaak bij elke staking. Hè. Er is recht op staken, maar er is ook recht op werken. Dat horen we eigenlijk elke keer opnieuw. U voegt er vandaag nog iets aan toe. Er is ook recht op dienstverlening. Ja. De service, inderdaad, als openbare dienstverlener, dat is eigenlijk een synoniem voor de overheid, moet je dus zorgen dat op een zeker ogenblik sluizen bediend worden, dat de kinderopvang, zij het misschien met een aangepast regime, dat die wordt georganiseerd, dat de lijn, zij het in een aangepast regime, bijvoorbeeld tijdens de woonwerktijden, dat die op dat ogenblik een aangepaste service aanbiedt en niet de mensen gewoon compleet de hele dag 24 uur in de kou laat staan. Ja, u bent een liberaal, dat zijn de mannen van de vrije markt. Recht op mobiliteit is dan ook zo een minimale dienstverlening waar u zal blijven voor ijveren. Nu, bij de lijn zijn er ook veel pachters natuurlijk. Dat zijn zelfstandigen. Ja, een zelfstandige die staakt, ja, die snijdt in zijn eigen portemonnee. Moeten er meer pachters komen bij de lijn? Ik vind dat je dat niet moet uitsluiten. Maar er is zoveel behoefte aan eigenlijk openbaar vervoer dat niemand zich moet bedreigd weten. We gaan alle krachten nodig hebben. Niet alleen de lijn, maar ook de pachters en ook eventueel taxibedrijven en andere dienstverleners op dat terrein. Wat je wel vaststelt is... Maar de vraag was natuurlijk, vraagt een liberaal meer tussenkomst van de privé? Ik vind dat je dat moet zo efficiënt mogelijk en ook zo duurzaam mogelijk en ook zo zeker mogelijk moet organiseren. Wat is het antwoord dan? De privé of de overheid? Dus in deze concrete casus hebben ze allebei nodig. Alleen stel ik vast dat de privé niet staakt. Als je dat eigenlijk uitdrukt in percentages... Een pachter staakt, die is net in zijn eigen vlees. Dat is 10-15% van de mensen. Die hebben vaak de moeilijkste verbindingen die staken. Bij de lijn is dat direct boven de 80%. En dan zeggen de vakbonden, ja, maar dat is de overheid. Daar heb je ook een stukje staken nodig, want eigenlijk de leden van de vakbond die zitten vooral bij de overheid en dus moeten we ons ook tonen door net de overheidsdiensten eigenlijk lam te leggen. En uit die duivelse redenering moeten we eigenlijk stappen. Ik wil nog eens terugkeren naar uw conceptnota. U dient die nu in, 4 maanden voor de verkiezingen. Is dat ook niet een klein beetje voor de vitrine? Want wat kan daar nu nog mee gebeuren op 4 maanden voor de verkiezingen? Ik ga u zeggen wat daarmee gaat gebeuren. Dat is dat dat een voorwerp gaat worden van regeringsonderhandelingen. Als vandaag Nederland en Duitsland... Gesteld dat uw partij daarbij zit natuurlijk. Juist, maar ik denk dat ik daarmee absoluut niet alleen sta. Nederland en Duitsland kennen dat. Maar vandaag ook Spanje en Portugal en Italië kennen allemaal een soort van minimale dienstverlening. En we hebben het dan niet over opeisingen. Hè? Bijvoorbeeld
bijvoorbeeld, overheid kan bijvoorbeeld gevangeniscipiers opeisen. Politiemensen. De kan het nee, ook willen van de hier, veiligheid. Hier is dat inderdaad echt dat je zegt, samen met de vakbond, samen met alle werknemers, we gaan hier toch een regime organiseren dat er inderdaad, er is aangepaste dienstverlening, dus minder dienstverlening, maar de mensen worden niet helemaal verstoken van de service. En een slimme vakbond gaat daarop in, want vandaag vinden mensen eigenlijk vakbonden alleen maar ambetant rikken. De graad van syndicalisatie is bijzonder hoog in ons land. Hè? Dat is ook zo. Is ook omdat een deel dienstverlening eigenlijk verloopt via de vakbond. Ja. En opnieuw, ik denk dat een vakbond ook in de 21ste eeuw een rol en een functie heeft. Ik wil die ook niet uitschakelen, alleen moet je daar de uitwassen van beteugelen. Oké, maar ik heb onthouden uit dit gesprek, dit komt op tafel tijdens de volgende regeringsonderhandelingen, toch als het van Open VLD afhangt. Bedankt voor dit gesprek, Marino Keulen. En dank u wel, beste kijker. Blijf nog even bij ons, want we gaan het zo meteen hebben over de komst van stadsboulevards in Brussel. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.